Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe online smartphone les. Vandaag gaan wij wat essentiële apps bekijken en we kijken hoe wij nou een app kunnen downloaden in de Play Store. Wat we precies gaan doen in deze video is we gaan eerst even kijken hoe de app YouTube werkt op uw telefoon. Daarna gaan we kijken in de App Store hoe u een app kan downloaden. En daarna gaan we nog even kijken naar de 9292 reisplanner app. Laten we beginnen met de YouTube app. Dan moeten we die eerst even opzoeken. Dan ga ik hier naar het icoontje rechts onderin apps. Druk ik één keer op. Hier staat hij niet. Moeten we even zoeken. Gevonden. Daar staat hij. Drukken we één keer op YouTube. En dan zijn we hier op YouTube op uw telefoon. Als u nou een filmpje wil opzoeken, dan gaat u hier naar bovenin. Ziet u een soort groot glas tekentje staan. Drukt u één keertje op. En dan komt u op dit scherm en dan kan u al gaan typen. Nou, dan gaan we eventjes op zoek naar ons kanaal. Dat heet Smartphone Les. Dat tikken we hierin. Smartphone les, dan drukken we hier onderin op het vergrootglas. Dan gaat hij zoeken en dan gaan we iets naar beneden. En dan zien we hem hier al staan. Ons kanaal. En dan kan u hier uit de verschillende video's kiezen. U ziet hier de verschillende video's staan. Nou, ik kies er even eentje. Ik zet even het geluid uit. En dan ziet u hier gewoon de video's staan. En als u nou op grootscherm wilt, dan drukt u één keer op de video en dan ziet u hier een kadertje staan, een soort vierkantje. Dan drukt u dan een keertje op en dan wordt uw scherm vergroot. Dan ziet u op de zijkant staan, maar dan heeft u de video op volledig scherm staan. Ga ik even terug naar de video. Kan u hier aangeven of u de video leuk vond of niet leuk door behulp van het duimpje. En als u nou een nieuwe video kijkt op dit kanaal, dan drukt u weer op het kanaal zelf. En dan staan hier de verschillende video's. En dat is eigenlijk alles wat u moet weten aan de YouTube-app op uw telefoon. Dus u zoekt, kan gewoon door middel van dat vergrootglas bovenin, kan u hier tikken waar u naar op zoek bent. En dat is eigenlijk alles. Dan ben ik hier weer terug op het beginscherm en dan gaan we door met het volgende punt. En dat is de Play Store. Die gaan we ook weer even opzoeken. Ik druk hier op het icoontje van de apps. En dan gaan we even op zoek naar de Play Store. Ik zie hem hier staan. Net boven mijn camera. Daar zo. En dan komt u op dit scherm. En eigenlijk werkt dit ook hetzelfde als YouTube. U ziet hier bovenin een balk staan waar u kan zoeken. Nou, u ziet hier al een aantal aanbevolen apps. Nou, dit zijn bijvoorbeeld apps en games zoals u ziet bovenin. En dan staat hiernaast nog een tabblad met entertainment. Als ik daar druk kan u bijvoorbeeld een film downloaden, of muziek, boeken of u kan in de kiosk kijken. De ene boek of film is gratis, de andere is betaald. Dat staat hier ook onder, allemaal in de hoek rechts onderin. En zoals u hier zag ik hier eentje die was kosteloos, de Elsevier. Nou, eigenlijk heel erg simpel. Dan gaan we eventjes naar het zoekbalkje. En dan wil ik met u de app 9292 OV Reisplanner downloaden. En om dat te doen, tik ik gewoon in 9292. Ik zie hem hier al staan. Ik druk gewoon even op vergrootglas. Dan komt u op dit scherm en dan ziet u hier allemaal verschillende apps staan. Welke ik moet hebben is de allerbovenste. Drukt u een keertje op. En dan ziet u hier al een grote groene kop waar staat installeren. Drukt u een keertje op. Dan vraagt hij hier. Hij heeft toegang nodig tot de contacten, locatie, foto's, media, bestanden. Om de app te kunnen downloaden moeten we dit accepteren. Dus dat doen we dan maar. Accepteren. En dan gaat hij hem downloaden. Duurt eventjes. Ik ben hier weer terug op het beginscherm. We hebben net de app 9292 gedownload. En dan gaan we nu eens even kijken hoe je die moet gebruiken. Ik ga weer naar het icoontje met apps. Ik ga naar de laatste pagina en er staat die 9292. Drukken we op. Dan komen we op dit scherm. Ik begin eventjes bij het derde tabblad bovenin. Daar staat wijzigingen. En als u daarop drukt, ziet u hier alle wijzigingen in het treinverkeer en in het busvervoer. Er staat bijvoorbeeld Almelo, Marienberg, minder vervoer van 30 november tot 30 november. En dan staat er een tijd bij. En je ziet ze allemaal staan. Nou, erg handig natuurlijk, eventjes van tevoren, voordat uw reis begint, eventjes bekijken of er niet een wijziging is in uw verkeer. Om natuurlijk ongemakkelijkheden te voorkomen. Dan gaan we terug naar het tweede tabblad, dat staat hier vertrektijden. Dan kan u bijvoorbeeld een bushalte of een treinstation, kan u bekijken hoe laat daar een bus vertrekt. Tikt u hierin het halte of het station. Ik tik even in Ede-Wageningen. Kijk, daar staat hij al. Ede-Wageningen station. En dan ziet u hier alle tijden.
Bijvoorbeeld 18 uur 6 gaat er een trein naar Arnhem vanaf spoor B, een sprinter. 18 uur 11 gaat er een trein vanaf Den Helder naar Den Helder vanaf spoor 3. En dan kan u hier ook nog het tabblad bus aantikken bovenin. En dan ziet u hier alle bussen die om een bepaalde tijd vertrekken. Ook natuurlijk erg handig als u even wil weten hoe laat er een bus vertrekt of een trein. Dan ga ik terug en dan gaan we naar het belangrijkste. Dat is de eerste tab, plan je reis. Nou, stel je voor dat ik nu wil vanaf de Dam in Amsterdam. Dan tikken we dat in hier, Dam. Amsterdam. En dan staat hier al bezienswaardigheid Dam. Nou, die tikken we aan. En dan willen wij naar, nou, laten we zeggen Utrecht Centraal. Tikken we dat ook in. Dan komt hier al Utrecht Centraal. Dan staat hieronder het kopje met vertrek. Dat tikken we even aan. En dan kan u hier helemaal bovenin kiezen. Wilt u een aankomsttijd of een vertrektijd? Ik zet hem nu even op vertrektijd. En we gaan eventjes bijvoorbeeld morgen, dinsdag 1 december, om 7 uur. Dat kan u zo op en neer, kan u zo slepen. 1900 uur. Dan drukken we hier op kies. En dan kan u hier nog uit extra reisopties kiezen. Bijvoorbeeld dat u of alleen, als u nou niet met de bus wil, dan tikt u één keer op de bus en dan vervaagt hij iets. En dan zal hij dus alleen een trein pakken of een metro. Nou, ik tik hem nu even wel aan. En dan drukken we hier onder op de knop plan je reis. De camera zit er nu een beetje voor, maar dat is die grote zwarte knop hier onderin. Met die pijl. Drukken we daar één keer op. Dan moet hij even laden. En dan zien we dit. Dan ziet u hier al je reisopties. Bijvoorbeeld om 18 uur 57 gaat er eentje. 1911, 1917. Nou, ik tik die even van 19 uur 11 aan. En dan zien we hier lopen, tram 9, lopen. En dan zien we Intercity. We beginnen even bovenaan. Dus dat die lopen vanaf bezienswaardigheid Dam naar Amsterdam. En dan komen we om 19 uur 13 aan. Gaat de bus tram halte Dam Amsterdam. Dan gaat het om de tram 9 zoals u ziet. Als u nou precies wil weten hoe u dat stuk moet lopen. En welke kant u op moet. Dan kan u hier gewoon één keer op dat knopje met lopen drukken. Er staat ook een pijltje bij. Dan drukken we één keer op. Even geduld nodig. En dan ziet u hier een punt A en een punt B. Dan zoom ik iets in. Dat is gewoon met twee vingers zo slepen. Ziet u zoals u hier. Dat is het Dam. En dan loopt u langs de blauwe lijn. En dan komt u aan bij de tramhalte. Zo makkelijk is het. Dan zien we hier tram 9. Die gaat om 19 uur 13. Komt om 19 uur 17 aan. En dan moet u weer een stukje lopen. 5 minuten. Als u nou wil weten hoe u dat stukje moet lopen. Drukt u er weer één keer op. En het is weer heel simpel. Het blauwe lijntje volgen. Ga ik weer terug. Dan moet u als laatste de Intercity nemen van 1923. Die komt aan om 19 uur 50. En dan kan u hier ook nog op de plusje drukken. En dan ziet u alle tussenstops. Nou, hij stopt alleen bij station Amsterdam-Amstel. En dan rijdt hij rechtstreeks door naar Utrecht Centraal. En helemaal onderaan ziet u hier toon de prijs van deze reis. En als we daarop drukken, zien we dit scherm. Eerst heeft u dus een tram nodig. Vol tarief en een kortingstarief ziet u daar staan. En dan de trein van Amsterdam naar Utrecht. Ziet u de prijzen voor de tweede klas en voor de eerste klas. En dan met korting en vol tarief. En dat is eigenlijk alles wat u moet weten over deze app. Ik heb nu eventjes vanaf de Dam naar Utrecht Centraal. U kan het natuurlijk met elke reis doen. U tikt gewoon uw beginpunt in, uw eindpunt, uw vertrekdatum of uw aankomsttijd. En dan drukt u op plan je reis. En dat is eigenlijk gewoon de stappen volgen. Heel erg simpel. En dat was alweer het einde van deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en veel van geleerd hebben. Als jullie nog vragen hebben, laat het vooral achter in het reactieformulier hieronder. En kijk vooral eventjes op onze website www.smartphone-les.nl voor nog veel meer video's.